het verkeer in, rond en naar de grote steden vormt tegenwoordig meer en meer een probleem. Onze 80 servicetechniekers die we op dit moment op de baan hebben, worden eigenlijk dagelijks meer en meer met die verkeersproblematiek geconfronteerd. Het probleem dat zich daar vooral bij stelt, is nauwkeurig de afspraken met onze klanten aan te komen. En daar willen we absoluut aan werken om dat te verbeteren. Ten eerste hebben we gezorgd voor een optimalisatie van de planning. Daarnaast zijn we eigenlijk ook gaan kijken naar alternatieve vervoersmiddelen. Daarbij is onze keuze gevallen op een elektrische cargo bike. Omdat die voldoende capaciteit biedt om al het materiaal dat ze moeten meenemen, om die op een gemakkelijke manier te laden. Ik vind de fiets heel aangenaam om daarmee te rijden. We vermijden heel veel de files, minder stress van het verkeer en minder parkeerboetes en minder boetes ook met de camionet. We hebben gekozen voor een fiets met een Bosch-aandrijving, zodanig dat de inspanning dat die tot een minimum wordt beperkt en dat ze zich dus op een vlotte manier door het verkeer kunnen bewegen. Dankzij het Bosch navigatiesysteem Nyon kunnen we vooral gebruik maken in de steden van de fietsroutes en de fietspaden, waardoor dat we de verplaatsingen ook op een veilige manier kunnen uitsturen. Het is heel gemakkelijk om daarmee te rijden, zeker met de hulp van de Bosch motor. Het is heel gemakkelijk om je bergop op te nemen. We voelen eigenlijk niet het gewicht dat we in die bak hebben. Voor het parkeren van een camionet was het heel moeilijk. We moesten 20 à 30 minuten voor een plaats te vinden. Dus nu het is gewoon voor de klant parkeren van de fiets. Ik ben direct bij mijn klant om direct aan het werk te beginnen. We zijn gestart met een pilootproject in Brussel. En na evaluatie gaan we kijken of dat we dat verder gaan uitbreiden. En desgevallend ook in aangepaste vorm gaan uitrollen in andere steden in België. Hallo, technieke voor de keten. Dank u.